Het laatste weekend van juni stond Theater de Speeldoos in het teken van Dreamcatchers, de eindvoorstelling van balletschool Marut Roquera. Voor de show werd er geschminkt, geoefend of lekker gek gedaan. En er was zelfs nog tijd om met de juf op de foto te gaan. Buiten de zaal stonden de mensen al te wachten om binnen te worden gelaten. Visualiseert u nu een pittoresk dorpje genaamd Kathedraal. Een dorp bewoond door waanzinnige artiesten en creatieve pracht en praal. Een dorp gebouwd om het middelpunt van dit verhaal. Een fabuleus wonderbaarlijk theater. Theater de Krabpaal. Arme katten worden door de mensen verstoten en zitten in het dichtgebouwde theater zonder dromen om te vangen, eenzaam opgesloten.
De vloek kan alleen worden verbroken door het einde van hun 9e kattenleven. Door iemand die de mensen weer doet dromen en het theater weer nieuwe energie kan geven. Ze snapt niks van deze stad. Overdag leven de mensen als robots, snel, efficiënt en gevat. Maar 's nachts slapen de mensen niet en leven ze als zielloze zombies die compleet zijn afgemat. Waar er nooit iets het werk mocht verstoren, stroomde de inspirerende regendauw door de roosters, ramen en deuren en stonden alle eens zo serieuze werkpaarden zich expressief uit te drukken zonder enig afkeuren. Op het schoolplein barstte het feest los en waren zelfs alle juffen en meesters de klos. Want met zulke vette dansbeats viel al het saaie schoolwerk in iets. Check it.
veroverd geraakt door het verhaal. En zelfs Donny Tromp maakt nu geen kabaal. Na de show, getiteld Dream Catchers, is er een staande ovatie en klapt iedereen vol bewondering en wordt de show een ware sensatie. De vloek is in die klap verbroken en Donny Tromp smeekt om vergiffenis en belooft nooit meer met het theaterleven te stoken. Sterker nog, hij zal er alles aan doen om de stad weer te doen opbloeien, waar mensen mogen fantaseren en hun dromen tot mooie voorstellingen mogen laten uitgroeien.